Winnen, ik wil winnen. Winnen. Godverdomme! Ik ga dan dood. Het is niet te raken, jongen. Yo mensen, leuk jullie kijken naar het eerste Gun Game potje op mijn kanaal. We gaan er in totaal 2 doen en we gaan natuurlijk gewoon proberen om al die tweede potjes te winnen. En wordt wel moeilijk, want ja, ik ken de map niet zo heel goed. De maps, ik bedoel, ik ken alle maps heel slecht, want ik ben volgens mij nu level 15 had een shotgun. En, oh nee, had geen shotgun. Ofwel, ik weet niet daar. Hatsa, oké, nou dat is kill 1, dat is lekker. Oké, deze shotgun ben ik wel slecht in. Ik moet natuurlijk nog een beetje wennen aan de wapens, ik moet sowieso een beetje wennen aan de hele game. Deze shotgun moet je gewoon 2 keer meer schieten, dat is toch helemaal bout. Oké, ik heb nog net. Kijk, en dat heal generation, ik bedoel, mijn heal, echt waar, dat gaat zo sloom, gaat dat erbij. Geeft op zich wel leuke, er zit iemand achter me volgens mij. Er maakt niks uit, dat pak ik nu. Oh, lekker, nu die andere ook nog even snipen, kom maar. Ah, fuck. Oh, anders had ik wel een paar lekkere kills. Ja, hitmarker hoor, god, ik ben niet, hij was trouwens best wel scheef. Hij was heel scheef, ik trouwens ook, ik had hem gewoon even lekker moeten pakken. Oké, nou ja, dan die andere maar hoor. Is dit een shotgun of zo? Ja, ik ken die wapens allemaal nog niet. Soms zitten de scopes op denken, dit is een shotgun, maar dan is het gewoon wat anders. Ja, het is gewoon even wennen aan de wapens. We gaan wel, we staan nummer 1, dat is wel lekker. Hij heeft een sniper, dat is mooi. Fuck, jammer. Ik probeer natuurlijk gewoon lekker het potje te winnen, het volgende potje ook. En laten we gewoon lekker 30 duimpjes droppen voor deze video. De eerste Call of Duty video. Ik wil er een serie van maken, Gun Game. Ik wil sowieso meer gaan gamen. Maar ik heb gewoon allemaal een beetje weinig tijd voor de laatste tijd door mijn studie. Dat is in al week. Echt, wat een kut ding is dat, hè? Heb je helemaal geen bout aan. Nee, het is in al week op mijn school. Dus je moet gewoon, nou niet in al week, het is inleverdag. En je kan dingen inhalen. En daardoor heb ik gewoon een beetje weinig tijd. Volgende week heb ik gewoon weer lekker veel tijd. Kan ik ook weer allemaal video's maken. Maar ja. Oké, dit is trouwens wel echt. Dit vind ik trouwens wel een van de chillste wapens in het hele spel. Dit vind ik wel een relaxed wapen. Hij heeft helemaal geen terugslag. Ik bedoel, als je het vergelijkt met Battlefield, dat heeft echt. Elk wapen heeft. Echt een meter terugslag. We gaan trouwens nu wel kut. Ik weet niet waarom, maar ik kom ze gewoon niet meer tegen. Meestal lopen ze voor je neus. Nu even niet. Ja, ik wou net zeggen, die moet ik gewoon pakken hoor. Dus zich ook een lekker wapen. Dit doet me een beetje denken aan de Commander van Black Ops 1. Misschien ongeveer hetzelfde. Oké, dit wapen is helemaal kak. Dit wapen heeft terugslag, jongen. Alsof die rechtstreeks uit Battlefield komt, echt waar. Ik weet niet of het nou een shotgun is of een rifle. Echt joh, ik snap er helemaal niks van. Een raar ding. Ik vind hem wel het chillst op dichtbij. Oké, we lopen weer in op de nummer 1. Ik hoop dat we gaan winnen. Want ik moet niet zo goed in die mesjes gooien. Daar ben kan dat gewoon niet. Ik heb het nooit gekund en vroeger helemaal niet. Het is zo stil. Ja, dan word ik sowieso in mijn rug gepakt als ik in toe loop. Oh, mijn rug. Ja, dat dacht ik al. Oeh, rennen. Wat is dit voor wapen? Het heeft 6 kogels. Het is een sniper of zo. Wat is dit voor gek ding? Oké, ik denk dat het een sniper was. Ik had hem 1 keer dood namelijk. Oké, na dit krijgen we het mesje. We staan nu nummer 1. Het wordt spannend. Kijk, als ik dit gewoon rustig aanpak, zit ook iemand in mijn rug. Pakken we nu met het mesje. Komt ie. Kom dan, jongen. Dood zo. Hoppa, ja, we hebben gewonnen. Ah, lekker, jongen. Nou, eerste potje gewonnen. Gaat goed. Eerste video, eerste potje. We gaan gewoon lekker door naar het tweede potje. Daar gaan we dan. Het tweede potje van vandaag wordt gespeeld op de map. Ja, weet ik veel hoe dit is, deze map heet. In ieder geval, ik vind deze map echt super chill. De wapens die ik nu in mijn handen krijg vind ik wat minder chill. Ik vind het wapentje zelf, als je en het 1 pistooltje hebt, best wel chill. Maar 2, dat is echt, je hebt helemaal geen poep aan. Man, hoe lang moet ik dat wapen reloaden, joh? In ieder geval, dit vind ik... mensen mogen even gaan commenten wat voor wapen het is. Is dit nou een shotgun, is dit nou een rifle? Want ik vind hem alleen maar chill van dichtbij. Maar het ziet er zo erg uit als een rifle. Oké, we staan eerste. Oh, shotgun, jammer. We staan opeens flink achter. Iemand gaat hard. Iemand gaat heel hard. Oh, ja, daar. Ja, lekker. Oh, iemand had nog 2 pistooltjes. Hoe slecht ben je dan? Oké, in ieder geval, we gaan niet echt heel lekker.
komen ze nou niet echt chill tegen. Ze lopen nou niet echt voor onze voeten. Hé, hey, wacht eens even. Lekker. Oké, dit is een sniper, I think. Oh, dit is die sniper. Hier ben ik... Oh, beter vind ik er vanavond. Dat is echt... Dat is het wapen. Daar ben ik echt het slechtst in. Oké, in ieder geval, we gaan... we staan tweede. Vind ik prima. We staan wel een beetje achter. We staan 3 wapens achter. Maar het komt gewoon omdat we ze niet tegenkomen. Komen ze. Oké, dit is wel relaxed wapens. Sommige wapens ken ik natuurlijk. Ik ben natuurlijk gewoon level 16. Ik bedoel, ik ken wel wat wapens. Ik ken ze niet allemaal. En ik vind zeker ook niet alle wapens even chill. Wow, die scope. Inzoomen to the max. Ah, ik haat die. Oh, de Shiner Lake. Oh, die ben ik meteen vanaf. Dat is fucking relaxed. Shiner Lake is trouwens heel slecht op dit spel. Want als je... Je hebt maar 3 kogels. En als je die 3 kogels hebt geschoten, dan kan je niet meer schieten. Dus het is gewoon helemaal bout. Is dit nou een shotgun? Ik dacht dat het een rifle was. Of een automatische ding. What the fuck, joh. Ja, dit is een shotgun, duidelijk. Dit is een shotgun, heb ze oké. Hoppa, lekker hoor. Lekker hoor, we zagen gewoon eerst. Oké, dit is de AK. Die is natuurlijk op Modern Warfare 1 heel erg OP geweest. Waar dus de remake van is. Maar is op dit spel ook redelijk sterk. En dat vind ik wel chill. Deze shotgun haat ik, dan moet je 2 keer schieten. En daar zijn we ook vanaf. Oeh, jammer. Oké, we staan 2... wapens voor op de nummer 1. Misschien gaan we gewoon 2 keer achter elkaar winnen. Dat zou fucking dik zijn. Ik word meestal gewoon heel vaak tweede omdat ik die mesjes niet raak. Oké, dit is een beetje een kutwapen. Dit is echt een beetje een kutwapen. Nice. Nou, deze krijgen we mesjes. Nou, deze krijgen we mesjes. En iemand anders heeft ook een pistooltje. Het wordt close. Worden we eerste, worden we tweede. Het wordt spannend. Misschien worden we zelfs derde. Nou, moet je nu komen, moet je nu komen. Ik kan die dingen toch niet raken, jongen. Oké, dit wordt zo spannend. Kom op, ik wil winnen. Winnen. Godverdomme. Ik ga dan dood. Het is niet te raken, jongen. Oké, we kunnen nog eerste worden. Of tweede. Kom, spring. Kan ik niet over het muurtje heen. Allemaal verspilde tijd, waardoor ik nu... We winnen! Ja, we hebben gewonnen. Echt op het nippertje. Die andere kerel is ook gewoon scheef. Dit is nice. 2 potjes achter elkaar verloren. Gewonnen. Nou, fucking chill. Ik bedoel, eerste video 2 keer gewonnen achter elkaar. Fucking relaxed. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Gun Game. En vergeet niet te liken en subscriben voor meer video's. En voeg me ook even zeker toe op PlayStation. En dan kan ik ook misschien gewoon lekker met jullie spelen. En zie ik jullie in een nieuwe aflevering van Pelle Gaming.